Vorig jaar september hebben we natuurlijk de DigiNotar-crisis gehad. En van de ene dag op de andere konden advocaten niet meer digitaal communiceren met de rechtspraak. En nadat het eerste stof was neergedaald, heeft de orde naar mijn smaak een hele krachtige rol vervuld door te komen met een plan voor een fysieke advocatenpas die ook bruikbaar was voor elektronische identificatie. Door aansluiting op e-erkenning bovendien heeft men gezorgd dat die pas niet alleen maar bruikbaar is voor toepassingen bij de rechtspraak, maar ook in de toekomst bruikbaar zal zijn voor een heleboel andere toepassingen.